oude Hansestad Deventer kent een hele gezellige, aantrekkelijke en uitnodigende binnenstad. En wij willen dat mensen zich hier thuis voelen en de sfeer proeven die wij te bieden hebben. En in deze prachtige binnenstad hebben wij sinds een paar jaar een hele mooie sfeerverlichting aangebracht. In het kader weer van die aantrekkelijkheid, maar ook in het kader van veiligheid. Signify heeft met behulp van Interact Landmark en Interact City deze lichtleidraad verder uitgewerkt. We hebben die samen gerealiseerd en we gaan ook samen beheer en onderhoud hiervan doen. Als je nou kijkt hier achter mij, dan zie je hier de prachtige Wilhelminabrug in Deventer. Op Koningsdag gaat die hele brug oranje. Als onze voetbalclub Go Ahead Eagles weer eens kampioen is, dan gaat de brug in de kleuren van geel en rood. Sfeer en beleving kunnen bewoners en bezoekers zeer waarderen. Belangrijk daarnaast is ook veiligheid. Veiligheid vinden ook ondernemers van belang. Ten slotte vinden wij duurzaamheid heel belangrijk bij onze verlichting. We hebben deze dan ook in onze LED-verlichting langs de doorgaande wegen, die slim wordt aangestuurd, toegepast. Zodat we besparen op energie en op onderhoud. Met Interact Landmark en Interact City zorgen we met licht voor beleving en veiligheid in onze stad. Belangrijk daarbij is natuurlijk dat alles heel goed functioneert, maar ook dat storingen snel worden opgelost. En die samenwerking hebben we met Signify geregeld in een contract. Deventer doet hele mooie dingen met licht, maar belangrijk daarbij is wel dat je de zaken daaromheen heel goed regelt.